De zaterdag gestarte online petitie tegen het betaald avondparkeren tot 11 uur in de Arnhemse binnenstad heeft inmiddels al 1900 steunbetuigingen gekregen van inwoners. Zij willen dat de maatregel, die sinds 1 januari geldt, wordt teruggedraaid. Een motie van VVD, PVDA, Zuid-Centraal, de Arnhemse Ouderenpartij en Verenigd Arnhem om de maatregel in elk geval tijdelijk terug te draaien, haalde het maandagavond niet. De raadsmeerderheid is namelijk voor. Verantwoordelijk wethouder Alex Mink gaf eerder deze maand al het belang van de maatregel aan. Nou, het nieuwe stadsbestuur van Arnhem dat in mei is aangetreden wil parkeren in garages gaan stimuleren. Daarom hebben we besloten om de tarieven op straat 's avonds ook in te voeren. Onder de gelijktijdige verlaging van de parkeertarieven in de garages van de gemeente. Dus dat betekent dat je in de Arnhemse binnenstad 3 garages hebt waar je 's avonds van 6 uur tot 6 uur 's ochtends voor 50 cent per uur kunt parkeren. De regio Arnhem van Koninklijke Horeca Arnhem en het ondernemerscontact Arnhem, de OCA, zijn ook fel tegen het betaald avondparkeren tot 11 uur. Kort na invoering van de maatregel reageerden ondernemers al weinig enthousiast. Ja, vervelend. Niet alleen voor onze gasten, maar ook voor onszelf. Want het is wel de bedoeling dat we meer gasten krijgen en niet minder gasten. En ik vind het een beetje een ontmoedigingsbeleid. Ik denk dat het voor de winkeliers niet heel erg gunstig is. Ik vind ook dat de prijzen wat dat betreft redelijk hoog liggen, zeker voor een stad als Arnhem. Als je ziet dat Oosterbeek, Velp, Preeskhaaf, Kronenburg, alles is vrij parkeren. En ja, ik weet ook niet of ik heb bijvoorbeeld gisteren een verjaardag en dan moeten mensen gewoon 3 keer naar de meter lopen om er opnieuw geld in te doen. En nou ja, goed. Ik weet niet of het zo gunstig is allemaal. Eerder weerlegde wethouder Alex Mink het argument al van ondernemers dat hogere parkeertarieven schadelijk zijn voor de binnenstadseconomie. Die relatie kun je eigenlijk niet leggen, want anders zou je dus in Amsterdam lege grachten hebben. Nou, dan betaal je echt wel meer dan €2,85 per uur om je auto kwijt te kunnen. Wat eigenlijk uit onderzoek ook blijkt, is dat het vooral afhangt van de winkelaanbod of mensen wel naar je binnenstad gaan komen. Nou, daar zijn we natuurlijk ook mee bezig, maar het heeft dus niet echt een relatie met parkeertarieven. Heel veel mensen baseren hun parkeervraag gewoon op wat je kunt beleven in de binnenstad. Hè. Kun je er naar horeca gaan, wat voor type winkels heb je er, et cetera. En parkeerprijs doet hun op dat moment niet zo heel veel in hun keuze. Een raadsmeerderheid stemde maandagavond wel in met een motie waarin het college opdracht kreeg om een tweede parkeervergunning voor centrumbewoners mogelijk te maken.